Ons eerste doel was eigenlijk om een bedrijf op te zetten wat in de kern bijdraagt aan natuurherstel in Nederland. Dus geen bedrijf opzetten wat het minder slecht doet, maar een bedrijf opzetten dat met elke consumptie die je maakt de wereld een stapje mooier maakt. BTT maakt Nederlandse kruidenthee die biodiversiteit herstelt. En dat doen we door bij boeren een strook in te zaaien met bloemen en kruiden. Dat is goed voor bijen en vlinders en andere insecten in Nederland. Een deel van die kruiden oogsten en dan geven we ook een vergoeding voor aan de boer. En die verwerken we uiteindelijk tot Nederlandse kruidenthee. Je zaait het in maart en een paar maanden later zie je de bijen, bloemen, vlinders, maar ook konijnen die er doorheen schieten omdat ze daar meer begroeiing hebben, meer vogels. Dus de impact van zo'n strook is direct al in jaar 1 heel duidelijk zichtbaar. We zien ook dat die boeren daar heel veel energie van krijgen, dat ze meer natuur zien op hun land. En bij hun gaat het daar ook een langzame knop om, omdat ze daar eigenlijk ook weer veel meer mee willen gaan doen. Mensen denken al heel snel bij landschapdegradatie aan de enorme woestijnen die nu opkomen in Spanje of in Afrika. Maar eigenlijk in Nederland is er eigenlijk ook sprake van ongelooflijke degradatie. We bungelen nu onderaan de lijst als het gaat om biodiversiteit in Europa. En dat komt eigenlijk door die enorme velden groene woestijnen die wij in Nederland hebben. 25% van de landoppervlakte in Nederland is zo'n groene woestijn. Eigenlijk door die monocultuur is eigenlijk heel weinig leefruimte vooral voor insecten. Dus er is eigenlijk te weinig voedsel voor die insecten zelf. En we hebben die insecten en die biodiversiteit juist heel erg nodig voor de voedselproductie van ons mensen. Dus het zijn bestuivers van onze gewassen. Door die bloemen en stroken in te zaaien creëren we meer leefgebied voor die insecten, waardoor eigenlijk onze eigen voedselzekerheid ook weer gegarandeerd wordt. Mensen verwachten eigenlijk helemaal niet dat je hele lekkere thee gewoon in Nederland kan maken, maar er is eigenlijk ontzettend veel mogelijk. Dan moet je denken aan brandnetel, kamille, wegenbree, paardenbloem, korenbloem. We oogsten altijd maar de helft, omdat we de andere deel altijd voor de natuur laten staan, voor de insecten. Nadat we de kruiden geoogst hebben, verzamelen we alle kruiden en bloemen in bakken. Dat gaat naar sociale werkplaats Pantar. Daar wordt alles gesorteerd en gaat het vervolgens in een droger. En dan melangeren we alle verschillende kruiden met elkaar tot een lekkere smaak kruidenthee. En het gaaf is dat het model eigenlijk heel makkelijk kopieerd is naar elk land. En elk land heeft wel weer zijn eigen bijzondere inheemse bloemen en kruiden, waar je ook weer je heerlijke eigen lokale theesmaken van kan maken. Dat zien we ook nog wel als een missie om ons model eigenlijk te delen met anderen en ook juist aan te moedigen om het in andere landen te gaan doen. Om die biodiversiteit in al die landen te gaan herstellen. 3 miljard jaar kennis zit in de natuur hoe je het zo slim mogelijk kan gaan doen. En wij mensen zijn helemaal vergeten hoe dat werkt. Maar als je daar meer mee gaat samenwerken, dan kun je zo ongelooflijk veel impact halen en je wordt gewoon ongelooflijk gelukkig van om op die manier te werken. En dat wil ik mijn hele leven blijven doen. Heerlijk, proost jongens.